Als talentcoach bij de KNV stuurt hij jonge coureurs in de juiste richting om een vruchtvolle carrière in de wegracesport op te bouwen. Maar ook zelf was hij geen onverdienstelijk rijder. Op zijn palmares staan onder andere meerdere nationale supersporttitels en de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Mijn naam is Tom van Appeldoorn en dit is de Motorrijders.nl podcast. In aflevering 6 rijden we door het Vechtdal met niemand minder dan Barry Veeneman. Hoe is het uitzicht, Barry? Hey Tom. Ja, prachtig toch? Dalfsen? Ja, prachtig Dalfsen. Dalfsen, jongen. Wil je nog langer in Dalfsen blijven of zullen we een rondje rijden? Ik heb een mooie route, dus we gaan even een leuke route rijden. Kom. Gaan we dat doen. Ja, Dalfsen is het fietsvriendelijke dorp, hè? Dat zie je ook voor ons, fiets al. Nee, het is bekend als fietsvriendelijk. Het is een mooi sportersdorp, vind ik. We zitten eigenlijk tegen de rand van Zwolle aan, dus het is nog redelijk ontspannen. Klein dorpje, grote gemeente dat wel. En ja, hier de Blauwe Bogenbrug, dat is eigenlijk de meest bekende brug die wij hier kennen. Met de karakteristieke blauwe bogen die altijd geschilderd moeten worden, heel veel gedoe om. Nee, maar Dalfsen is een mooi dorp. Het gaat over de Vecht, is dat zo? Sorry, wat zei je? Die gaat over de Vecht heen, geloof ik, hè? Ja, je rijdt hier over de Vecht, ja. De Vecht is eigenlijk constant wat hier in het Vechtdal. We zijn hier in het Vechtdal natuurlijk, wat we constant tegenkomen. En voor de rest is Dalfsen een leuke plaats. Hometown of Erbe Wennemars. Schaatsen natuurlijk. René Eikenkamp woont hier. En Barry Veeneman. En Jaap Stam. En Barry Veeneman, En Barry Veeneman ook. Maar dat zijn best wat namen eigenlijk. Jaap Stam en Erwin Wennemars en Barry Veeneman. Ja, is veel. Hebben jullie dan ook een soort van. Heb je daar contact mee als oud topsporter? Nou, we zijn allemaal ambassadeur voor het Jeugdsportfonds. Dus om kinderen te laten sporten. Hier in Dalfsen? Ja, hier in Dalfsen, Noord-Leuzen. Verder heb ik met Erwin wel contact omdat onze zoontjes bevriend zijn. Dus dan spreek je elkaar wat vaker. Ja. Kijk, en Erwin is natuurlijk heel druk met allerlei sporten. Zijn zoontje doet motocross. Dus daar hebben we best wel veel. Die van jou ook? Ja. Ja, dat is wel heel leuk. Ah, oh, leuk. En we zijn nu eigenlijk. Dit is het oude station hier links. Of rechts bedoel ik. Ja. Vroeger was dat het station. Nu is dat een café geworden. Oké. En zeker voor de wat oudere jeugd in Dalfsen. Het oude station is daar wel bekend. Verder zijn er niet heel veel cafés of discotheken hier te bekennen hoor. Dat is hier niet. Dus dat is wel een mooie. En dit is eigenlijk de route waar we nou gaan rijden. Wij noemen dat de route achter het station langs. En in mijn beginjaren, toen ik jong was, dan praat je over 96, 97. En dan zal ik het maar eerlijk zeggen, gebruikte ik deze route wel eens om te trainen. Kijk, nu kan dat natuurlijk al lang niet meer. Dat zie je ook, de witte lijnen zijn hier gemaakt. De wetten zijn anders geworden. De regelgeving is anders. Maar eerder gebruikten we deze route nog wel eens om bochten te trainen, om een beetje te voelen en te remmen hoe alles werkt. En deed je dat dan met de brommen of was dat al met de motor toen? Ja, dat was met de motor. Ik had toen een RD 350, een Yamaha 350 C 2 takt. En dat was destijds best wel een sportieve motor. En ja, daar reed ik dan altijd hier mee. En ja, daar deed ik stiekem toch wel een beetje wat training dingen. Maar je ziet ook aan de bocht die je eigenlijk, kijk, hier zo ligt heel veel modder. Ja. Gisteren veel geregend natuurlijk. Het is onoverzichtelijk, dus hier weet je niet wat er komt. Kijk, dus dat was spannend natuurlijk. Nou, eigenlijk kan er natuurlijk absoluut niet. Nee. En nu zeker niet meer en ik raad het ook niemand aan. Maar ik zal niet ontkennen dat ik dat zelf wel deed. Nee, kijk, je moet ook voorstellen dat de circuitdagen zoals wij die nu kennen, dus de mogelijkheid om met je eigen motor op circuit te rijden, ja, dat was toen echt wel een beetje anders ook. Hè? We hadden eigenlijk die mogelijkheid niet en het was wat moeilijker toen, dus wij deden veel op straat. Oh, wat nou voor gekraap? Nou, ik deed even een dingetje goed. Ah, oké. Okay. Maar jouw racetijd, is dat een nostalgische tijd voor jou? Kijk je daar nog graag naar terug? Ja, zeker wel. Ja? Want ik zag volgens mij dat jij laatst je eerste motor had teruggekocht of zoiets? Ja, klopt ja. Ik heb eigenlijk mijn eerste racemotor, dat is een Kawasaki KR1 tussen 2 takt. Die was toch in eigendom van mijn oude monteur van vroeger, Marcel Broeks. En Marcel belde me onlangs op van joh, ik wil eigenlijk die motor wel verkopen kwijt. En ik heb meteen gezegd van ja, die wil ik hebben.
Sowieso is het, ik vind het een verschrikkelijk leuke hobby om aan motoren te werken. Sleutelen dus. Ja. Toen dit op het pad kwam, ik denk, die eerste motor die wil ik terug hebben, die wil ik in mijn bezit hebben. Dus die heb ik gekocht. En die ga ik nu weer klaarmaken. En wellicht misschien wel een beetje mee rijden. Ja? Ja. Hoe lang is dat geleden dan dat je daarop gereden hebt? 1996 was de laatste. Hey. En zo is hij ook weggezet. Oké, okay. Daarna is hij gewoon nooit meer rijdend geweest ook? Nee, daarna is hij nooit meer mee gereden. En hij is helemaal weggezet zoals hij toen was. En zo heb ik hem ook opgehaald. En hier ga ik mee aan de slag. Ja. Ik vind het heel leuk. Kijk, ik denk sowieso, ik ben 45 nu. En ik denk dat je op een punt komt ook, dat je, ik vind dus motoren leuk die je niet zo vaak ziet. Die niet het meest standaard zijn. Je vindt net even andere dingen leuk als normaal. En ik denk dat wel heel gaaf is. Dat zie ik wel zitten, ja. Maar dat is ook ongeveer waarom jij nu op die 955 Daytona rijdt. Ik heb speciaal mijn eigen Daytona er maar voor uit de schuur gehaald. Want dat is speciaal, dat is iets speciaals, dat zei je vanmorgen. Je wil eigenlijk iets hebben wat niemand anders rijdt. Ja, ik denk dat het voor iedereen wel geldt. Kijk, het motorrijden, dus het rijden op de motor, wordt jou meegegeven door iemand. Dus iemand in je omgeving die beïnvloedt jou daarmee. En bij mij was dat heel erg mijn vader. En mijn vader is natuurlijk echt een motorrijder die 30.000, 40.000 kilometer op straat rijdt. Maar ook heel erg met de race bezig is. En zo zijn we begonnen. Ja, en mijn vader is toch wel een Triumph-man, Triumph-fanaat. Hij heeft overigens nu een Moto Guzzi. Okay. En we zijn op een gegeven moment na een Tiger is er een andere Daytona gekomen. En een 595. En op een gegeven moment kwam deze motor. Dit is een Centennial Editie, dus een speciale British Racing Green noemen ze die. En het is geen monster op wielen, het is geen PK-pakhuis. Maar het is gewoon een hartstikke leuke motor waar je lekker mee rijdt, die je niet vaak ziet. Hij is ook niet heel veel geld waard, zeg ik eerlijk bij. Maar dat maakt me ook niet uit, want ik vind het gewoon iets wat ik leuk vind, wat mijn vader leuk vindt, wat we samen mooi vinden. En ik denk dat soort dingen belangrijk zijn. Ja. Maar jij rijdt nu op een Triumph. Je hebt gereced voor onder andere Suzuki, BMW. Eigenlijk is een beetje alles wel, toch? Ja, ik heb voor heel veel merken, met heel veel merken gereden, voor heel veel merken. Ja, ik moet bekennen, toen we in de Supersport 600 actief waren, ik reed toen Yamaha. En even zwaaien naar de mannen. Ik reed toen Yamaha en toen heb ik wel eens zitten twijfelen. Triumph kwam toen net met een 600 op de markt. Craig Jones reed daar toen mee, weet ik nog. En wij hebben toen ook wel zitten denken over, zouden we eens iets van Triumph proberen? Ja. Maar dat is er nooit van gekomen. Dus ik ben altijd wel bij de Japanse merken gebleven en op de laatste jaren op BMW. Maar je hebt niet een bepaalde voorkeur voor een merk. Jij bent niet merkentrouw wat dat betreft. Ik denk dat ergens in je leven word je ergens heen geduwd naar een merk toe of naar iets wat je leuk vindt. En als ik gewoon moet zeggen, ben ik een bepaalde merkman, zeg ik dat ik een Suzuki-man ben. Ik denk dat Suzuki een merk is wat misschien niet iedereen meteen op de banken doet laten springen, maar het is een goed product en ik heb er heel fijn mee kunnen werken. En als ik naar mezelf als jongetje terugkijk toen ik heel jong was, dan had je destijds de Suzuki GSX-R 1100, olie gekoeld volgens mij, heette de Slingshot. En dat vond ik toen voor zo'n gaaf ding. Dat vond ik echt misschien wel de mooiste motor die ik toen ooit gezien had. Ja. En ik was toen om erbij de 11, 12 jaar denk ik. En daar is dat een beetje uit gekomen. En ik wilde altijd, toen ik klein was, wilde ik graag een RGV 250. Maar die waren toen kostbaar, kon ik niet betalen. Dus ik had een Yamaha RD 350 dan. Ja. Maar zo ontstaat denk ik een voorkeur voor een merk. Maar je hebt nou niet zo'n voorkeur ervoor dat je zegt van joh, ik koop weer zo'n 1100 Suzuki terug of een zo diep zit het niet. Ik denk dat nog komt. Ik denk dat er nog op mijn pad gaat komen. Kijk, nu je plant gewoon een midlife crisis in nu. ja, dat zei mijn vrouw ook al. Maar ik denk wel dat ik daar nog een keer naartoe ga naar zoiets. Maar het moet ook een beetje passen in qua ruimte die we hebben en kijken doen.
Kijk, ik heb wel wat ideetjes en ik ben ook al aan het zoeken naar bepaalde motoren nu. Zoals ik vanochtend al even off the record zei, een ZX7 wil ik graag nog een keer hebben, vind ik mooi. Ik wil eigenlijk nog een keer naar een GSX-R750. Ik heb er alleen zien staan die ik leuk vind. Dus ja, dus er gaan wel wat dingetjes gebeuren. Ja, het komt ooit wel. We zijn er bijna in Raalte. Ja, we gaan naar Raalte, maar ik neem je even, we gaan even rechtdoor. Ja. Weet ik ook niet exact waar we uitkomen, maar dat is leuker als dit stukje links. Dus we gaan eventjes rechtdoor rijden. Dan komen we een stukje door Heino heen. Heino is de geboorteplaats van Hans Koopman. Ja? Hans Koopman was mijn teamgenoot in 1998. En Hans werd toen Nederlands kampioen 125cc en ik in hetzelfde team Supersport 400 kampioen, Nederlands kampioen. En Hans komt uit Heino, dus dat was wel speciaal om dicht bij elkaar te wonen. En Heino is eigenlijk een dorpje een beetje tegen Dals aan. Hier hebben ze de Heinoze pompdagen, daar gaat iedereen naartoe om te pompen. Om bier te drinken, denk ik. Ik ken Heino alleen maar van Bukkers. De lokale rockband. Ja, ja, ja. Dan zingt hij, ik werd gierend gek in Heino. Ja, Heino is wereldberoemd natuurlijk wat dat betreft. Ja, dit zijn allemaal, kijk, Dalfsen, Heino, Raalte wat groter. Nieuw-Leuzen, dat zijn allemaal dorpjes hier rondom om elkaar. Ja. En ja, je zou het bijna kunnen zien als één grote gemeente. En als ik had al gezegd van fietsvriendelijk. En je hebt gewoon heel veel fietsroutes hier ook, maar mountainbike, maar ook wielrenroutes. Die alle dorpen aan elkaar verbinden. Maar Raalte is ook bekend wel van het uitgangsleven, toch? Ja, heb je... Raalte heb je de Leren Lampen, dat is een heel grote discotheek. En Raalte is natuurlijk sowieso al een stuk groter. Dus daar gebeurt ook wel wat meer. Er gebeurt wat meer. Ja, uitgangsleven. Ja, weet je, we wonen in dorpen, er gebeurt natuurlijk niet altijd veel. We moeten het zelf organiseren. Ja, precies. En we gaan hier achter die vrachtwagen aan, dat komt even lullig uit, maar. Kijk, bij ons is. Je hebt natuurlijk de dorpsfeesten, hè, zoals ze misschien bekend zijn of niet, maar dat is wat je hier veel ziet. Ah, de tentfeesten, echt, zeg maar. Ja, het is wel. Kijk. Vechtdal of Zalland, hoe je het wil noemen. Het is groen. Het is prettig om te wonen, prettig om te zijn. Dus, ik heb het eigenlijk wel prima naar mijn zin. Ondanks dat ik natuurlijk voor mijn werk eigenlijk altijd of in het buitenland zit of op circuit, op locatie. Vind ik toch altijd wel lekker om gewoon weer in Dalsen thuis te komen. Ja. Zeker in de beginjaren toen we met de race echt heel veel weg waren. En de mensen vroegen van, waar woon je dan? En dan zeiden we, ik woon in Dalsen daar en daar. Dat ze allemaal zeiden van, joh, je kunt niet beter naar Schiphol gaan wonen, want dat is een stuk makkelijker. Ja. Tuurlijk. Ja, weet ik ook wel. Maar ik denk dat iedereen in het leven wel... Dan gaat je leven ook wel echt om het werk draaien natuurlijk. Hè? Nu heb je nog wel wat thuiskomen zegt thuiskomen. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En, ja. Kijk, zoals hier ook, als ik bij mij de voordeur uitstap, 100 meter verderop, dan zit je in de landerij. En dan kun je hardlopen, kun je lekkere dingen doen. En ja, ik denk dat dat ook wel is... Wat ik heel prettig vind. Ja. Je hebt je knipperlicht aan staan trouwens. Oh, sorry. Ja, nee, maar niet. Ik zie maar, ik zal ook maar eerlijk zijn. Ik rijd niet zo heel veel op straat, Tom. wel motor natuurlijk, maar meestal van A naar B. Ja. En inderdaad, knipperlichten, ik doe hem eigenlijk voor de vorm, gebruik ik hem. Want meestal gebruik ik gewoon mijn knipperlicht helemaal niet. Maar ik doe het nou omdat jij achter me rijdt. Als ik eerlijk ben. Maar jij denkt nooit, je hebt niet zeg maar een zondag als je een keer vrij bent, dat is met je werk en met Loris natuurlijk wel lastig, maar je hebt nou niet een keertje dat je zegt van nou ga ik een keer een dag op pad met de motor. Nou... Of misschien met je pa misschien? Ja, met mijn vader wel en wij doen natuurlijk, ik ben met mijn vader twee keer naar de Isle of Man geweest. Ja. Dat is voor ons wel wat speciaals. Het is een langdurige trip, het kost veel tijd, maar wel heel gaaf. Dat gaan we waarschijnlijk volgend jaar weer doen. Ja, en we hebben wel af en toe dat we op zondagmiddag eens een keer de motor pakken en dan richting Duitsland toeren. Soms alleen doe ik het eigenlijk nooit, daar ben ik eerlijk in. Wat ik wel nu gedaan heb is met die K1 motor die ik gekocht heb, die 250cc. Ja, ik denk dat dat wel een motortje is waarmee ik dan een keer per zondagmiddag even lekker de benen strekken. Een keer 100, 150 kilometer rondom de Alster zou rijden en dan weer tot rust kom. Ja. Maar ik moet bekennen dat het fenomeen toeren nog niet heel goed bij me past. Kijk,
Misschien komt... Ik zag jou net, Tom, in een leren pak. Ja. En ik heb dat niet. Omdat ik nog de hinderlijke neiging heb dat zodra ik een leren pak aantrek, dat mijn snelheid ook idioot hoog wordt. Dan gaat de knop om, zeg maar? Nou ja, een beetje wel, denk ik. De verkeerde knop, laat ik het zo maar zeggen. Kijk, ja. Het wegennetwerk, alles is veranderd. Je kunt niet meer hetzelfde doen als vroeger. En ik heb ook momenten gehad dat ik thuis kwam en dat ik mijn moeder op de bank zag zitten, heel boos en ook huilend. Omdat ik haar ingehaald had onderweg met 200 km per uur verschil. Ja. En toen stond je er niet bij stil, hè? Toen was het, weet je, niks aan de hand. Dat ging allemaal voor, ja. En ik ben nu zover dat ik wel voor mezelf zoiets heb van, jongens, je moet dat niet meer doen. En als je weet dat je jezelf niet in kunt houden, wat ik van mezelf weet, dan is het soms ook verstandig om niet die motor te gaan rijden. Dus vandaag hebben we een duidelijke opdracht en dat vind ik ook leuk samen. En ik heb nu ook tijd om om me heen te kijken, maar ik zou... Ja, hier kun je ook al 180 rijden als je dat wil natuurlijk. En ik heb heel veel moeite om die grens nog... Ja, om die te bepalen. Dus jij gaat eigenlijk actief de verleiding eigenlijk uit de weg? Zo zou het een beetje kunnen zien? Ja, zo zou het... Ja, ik omzeil het nu een beetje. En kijk, als ik met iemand anders ben... En je weet gewoon, oké, jongens, we gaan samen daarheen. Geen probleem, want dan hou je gewoon netjes aan de regels en je doet normaal. Maar als ik nu alleen zou zijn en je zegt van, ja, weet je, oh, hier, mooi recht stukje. Ik wil op 8 uur rijden. Weet je, dat heb ik nog heel, heel sterk. En ik denk, als je dat weet van jezelf, dan moet je voorzichtig zijn. Maar is dat ook het coureur zijn in je? Of staat dat al los van? Want een coureur, die denkt natuurlijk heel... berekenend, hè? Die kijkt anders naar een weg dan dat ik dat doe. Ja, of dat de coureur is of dat gewoon je karakter is, ik vind het, het is moeilijk te zeggen. Moeilijk te dus, zeggen. Het is iets wat je voelt, wat je aanvoelt komen en ik ga hier trouwens even naar rechts toe. Oké. Je voelt het aankomen en dan moet je maar een beetje, gelukkig gaat leeft dat dan geld en dan ga je een beetje normaal doen. Laat ik het zo maar uitdrukken. Ik heb er nooit zoveel tinten groen gezien volgens mij. Ja, je zit nu eigenlijk een beetje schuin tussen Limneveld en Raalte in. Oké. En op zich wat hier wel leuk is, dat zie je denk ik op rechts, dat witte huis dat daar staat. Ja. Wat ze hier op de landerij hebben ze een regeling, dat betekent rood voor rood. Dus als je een bepaalde hoeveelheid... oude landbouw, agrarische sector, als je daar gebouwen afbreekt, ja? Dan mag je daarvoor op een gegeven moment, als je genoeg afbreekt, een huis voor terugzetten. Oké. Okay. En dat zie je nu veel gebeuren, dat mensen gewoon oude schuren opkopen, projectjes opkopen, daar gewoon netjes dan afbreken en afvoeren. En dan krijg je vanuit de gemeente ruimte van om bijvoorbeeld weer een woonhuis te plaatsen op een agrarisch gebied. En dan krijg je eigenlijk wat je hier rechts ziet. Maar het is geen achterlijk groot huis, het is wel gewoon normaal eigenlijk. Ja, dat klopt. Het is ook gewoon normaal. En het is ook een mooie regeling, omdat je daarmee ook alle vervallen schuren en ellende kunt wegzetten, wegbrengen. En daar weer mooie nieuwe dingen voor terugkrijgt. Er zit ook een nadeeltje aan. Is dat je natuurlijk overal huizen krijgt, dus woonhuizen, op plekken waar het soms niet zo handig is. En dan kom ik even terug op de motorsport. Wat je nu dus ook ziet gebeuren, is dat er van oudsher bijvoorbeeld een crossbaan. In Hellendoorn is dat het geval. De crossbaan Hellendoorn is op een hele afgelegen plek geplaatst, gebouwd. En daar zie je nu heel langzaam maar zeker komen de huizen in de buurt omheen te staan. En nou, dat geeft gewoon wel problemen. We hebben natuurlijk in Nederland, het is een klein land. Met toch wel wat ruimtegebrek, vind ik. En ja, veel van de... activiteiten die wij doen, zeker op motorsportgebied, maken wat lawaai. Ja. En als dan overal rondom die circuits huizen beginnen te komen, dat is dan een showstopper om het zo maar te zeggen. En, ja. Je merkt het ook niet alleen voor de sport, maar ook in de landbouw bijvoorbeeld, of industrie, dat weet je, als je midden in de middle of nowhere een huis neerzet en je gaat daarna klagen over het feit dat ze 's ochtends vroeg met landbouwvoertuigen aan het werk zijn. Ja, of dat het stinkt in stront of weet ik wat. Ja. Ja, dat is zonde. Het idee is goed, laten we het zo zeggen. Ja, het idee is goed, maar af en toe de uitwerking moet wel iets meer bij stilgestaan worden. En ik denk ook dat, als je ziet voor sport, dat ons voor de toekomst... we zijn er nu heel druk mee bezig. Masterplan, maar ook voor de wegrace, om te kijken van waar moeten we nu eigenlijk heen. Elektrisch rijden is natuurlijk dan een dingetje aan het worden met geluid.
We hebben ook andere ideeën over geluid, maar het is wel nummer 1 issue om onze sport te behouden, hoor. Ja. Maar zie jij echt heil in dat elektrisch rijden nu, op dit moment? Ik hoop dat we genoeg kunnen ontwikkelen om het onder de knie te krijgen. Maar ik merk wel dat... Ja, weet je, laten we eerlijk zijn. We hebben heel veel technische know-how. Dus we bouwen motoren met 250 pk, alles erop en eraan. Maar je moet ook realiseren, iets wat zoveel vermogen produceert, zoveel toeren maakt, maakt gewoon standaard lawaai. Daar kunnen we lang en kort over zijn, maar we maken natuurlijk spullen die steeds meer lawaai maken, steeds harder gaan. Ja. En de circuits, die veranderen daar niet in mee. En, die gaan eigenlijk de andere kant op natuurlijk, hè? Ja, dan mag je eigenlijk steeds minder lawaai. Daar worden de regels anders, maar ook de bebouwing. En je merkt gewoon, onlangs was ik in Sachsenring. En Sachsenring is een prachtig circuit in Duitsland met een enorme historie. Daar kan bijna niet, er rijden ze nog 2-3 evenementen per jaar en een paar trainingsdagen. Maar voor de rest kunnen ze daar eigenlijk niks meer doen, omdat welke motorfiets dan ook standaard uit de doos, wordt daar al afgekeurd. Okay, en ja. De motorfiets waar wij vandaag mee rijden, die mogen daar al niet meer op de spier rijden, omdat ze gewoon te veel lawaai maken. Ja. Dus we krijgen allemaal oplossingen met andere filters en dampers en allerlei dingen die je doet. Maar je praat daar over een maximum geluid van 93 dB. Ja, dat haalt een auto vaak nog niet eens. Nee, is echt een utopie om dat te kunnen halen. Dus dat is wel... dat is echt wel een dingetje voor ons, voor de toekomst, om over na te denken, hoe gaan we dit naar handen voeten geven? En waar ga je squeeze maken, behalve in Qatar en in Dubai, waar alles kan. Ja. Maar dat is voor ons echt een uitdaging. En, kijk, in de cross is dat nog een tikkie anders, omdat we hebben volgens mij iets van 70 cross-circuits verdeeld over Nederland. Met weet ik veel hoeveel bebouwing en dorpen eromheen. We gaan niet naar links trouwens. Ja. Dus dat is nog wel nummer 1 dingetje. We hadden het over geluid, toch? Dat was nog niet eens toptoer het al, hè? Dus uit de wat grotere weg. Groot. Is de N35, die loopt eigenlijk van Zwolle naar Almelo toe. En dit is echt wel een serieus drukke weg. In alle omstandigheden, zeker in de spits. Dit is voor ons ook de weg om naar Duitsland te gaan, want bij Almelo gaan wij altijd de grens over. En ik ben wel... Voor de motor niet, maar voor de auto wel blij dat ze hier doorgetrokken slepen getrokken hebben. Want dit was vroeger altijd echt wel een... Is dat een dode weg, zeg maar? Ja, een dode weg noemen ze dit. Ja. Dat gewoon inhalen waar het niet kan en slecht overzicht. Ja. En hier gebeurde best veel, dus het is goed dat ze dit gedaan hebben. En dan moet je zo meteen even opletten. Dan hebben ze straks iets gedaan waar ik weer veel minder blij mee ben. Zeker voor motorrijders. Want ze hebben een soort van obstakel gemaakt waardoor inhalen echt onmogelijk wordt. Veel, maar ik laat het je straks eventjes even kort zien. Want dat is wel de coach in mij. Als ik op de weg rijd zoals nu, vandaag, dan zie je gewoon heel veel. Je ziet modder, je ziet zwarte vlekken op de weg. Soms zie je wat minder goed onderhouden weg. En dat vind ik wel een dingetje dat ik denk van wow, als straatrijder, als verkeersgebruiker moet je echt zo verschrikkelijk goed opletten. Ja. En wij hebben natuurlijk veel, ik werk veel met sporters, dus we hebben het heel vaak over grip. Dus hoeveel grip hebben we en waar kunnen we meer vinden, hoe doen we dat? En als je dan op de openbare weg kijkt, dan denk ik van je hebt 1001 omstandigheden binnen 4 kilometer zo'n beetje. En dat vind ik dan echt wel een dingetje. Dan moet je zo meteen even op de middenstreep letten, wat ze hier neergelegd hebben. Ja, maar dit is een soort van broodje, maar dan... Ja, dit is eigenlijk een betonnen broodje wat hier ligt. Eigenlijk een soort stoeprand. Ja. Maar hij is gewoon verrekkelijk slecht zichtbaar. En zeker als je van de andere kant komt, en dan wordt die bocht, als je zeker snelheid hebt, is die bocht best wel, dat moet je wel doen. Maar ik zag ook al een paar van die stenen los liggen, dus het... Ja, maar laten we eerlijk zijn, Tom. Ja. Als je hier tegenaan rijdt met de motorfiets, ben je eigenlijk wel kansloos. Ja, dan ben je gewoon klaar. Ja, dan dat krijg je gewoon een valpartij. En weet je... Ja, is dit nodig wel? Maak hem dan in ieder geval wit of groen, dat je hem nog een beetje ziet. Maar je kunt je voorstellen, als je in de file bijvoorbeeld staat... Ik ben er even net langs op, zeg maar.
Ja, en je wil eigenlijk langs de rij rijden en je valt net over dat broodje heen. Dat is toch wel vervelend hoor. Ja. Dus ja, ik vind het... ja, ik snap de reden, maar oh man, ik vind het niet zo heel mooi gedaan. Maar dit is nou echt de KNV die je in jou spreekt, hè? Ja, dat is, komt door de jaren zo, ja. Ja. Hoe lang zit je bij de KNV eigenlijk? Ik werk nu sinds 2012 bij de KNV, dus dit jaar 10 jaar. Ja. En ja, wel verschillende dingen gedaan. Ik ben begonnen echt puur als coach. Ik werk nu wat meer op de achtergrond ook met andere trainers om meer de programma's op te zetten. Ik werk ook wel een deel voor opleidingen nu om te kijken van met name de KNV Opleiding Day, waarin we het combineren. Dus het is wel wat breder geworden dan alleen maar sportcoaching. Dus, maar het is en blijft een uitdaging constant. Ik ga niet naar links. Ja, wel. Waar komen we nu uit? Nou, we komen nu bij het American Motorcycle Museum. We komen met twee Engelse motoren aanrijden. Ja, dat is wel even niet handig gekozen. Of. Hey Barry, American Motorcycle Museum. We hebben twee Britten meegenomen. Kan gevaarlijk. Gevaarlijk, hè? Ja, dat mag er gewoon niet in gehad. Als het goed is blijven ze staan. Ja. Nee, tuurlijk mag dat hier. Kijk, we zijn eigenlijk hier binnendoor naartoe gereden. Ook omdat ik wou laten zien van oké, wat voor weggetje hebben we nu. En ik, zoals ik al zei onderweg, ja, ik gebruik dat weg om te trainen. Ik ben nog steeds sportman en voor sport heb je ook mensen nodig, sponsoren nodig. En we zijn hier eigenlijk bij het American Motorcycle Museum. Oprichter hiervan is Max Middelbos. En in een heel lang verleden is Max ooit sponsor van mij geweest. En ja, in mijn eerste jaren en ook in de Grand Prix 500 nog is hij mij ondersteund. Zijn zoon overigens is later ook gaan werken bij Harley, dus dat is op zich wel een grappige situatie daar. Maar Max was, is een motorman in hart en nieren natuurlijk en heeft vanuit een meubelfabriek eigenlijk dit museum gestart. En ik denk dat het nu wel een trekpleister is geworden voor vele rijders, niet alleen Harley-rijders, maar ook andere rijders. Je kunt hier ook tussenstop maken, appelgebak, al die dingen. Dus het is wel echt leuk hoor. Jij komt hier ook gewoon nog af en toe om een keer naar die motoren te kijken? Of, nou, moet of ik eerlijk zijn? Nee. dat mag ik ook niet meer. Maar nee, ik moet weer bekennen, ik kom hier niet heel vaak. En ik weet nog dat Max hiermee begon. Dat was in de jaren 2001-2002 dat dit ontstond. En ik kom er gewoon niet vaak genoeg, omdat ik ook al zei, ja, ik toer ook niet zo vaak op de motor. Dus dat niet, maar ik vind het wel heel gaaf dat dit idee dat ontstaan is, deze droom, dat dit werkelijkheid geworden is. Ja, dat is wel een van de grotere musea ook überhaupt in Nederland, geloof ik. Ja, zeker wel. Ja. En kijk, als iemand iets weet over Indians en Harleys, dan is Max het. Want ik kan me nog van vroeger herinneren, ik heb ooit met een XR750 mogen rijden. Dat is eigenlijk een flat track racer en daar reden wij dan gewoon mee door Zwolle. En dan reed je eigenlijk met zo'n carburateur tussen je benen, dus het was echt wel apart en dat is Max Middelbos. Daarvoor moest je dan naar Max toe om zo'n ding dan getuned te krijgen? Nou, weet je wel, we hadden natuurlijk wel relaties. Op een gegeven moment dan kom je daar in je korte broek van, hey Barry, wil je ook rijden? Zo gaat het dan. Kijk, het is wel leuk. Ik ben ooit hier gekomen toen ze bij Max nog in de Drakentoren heette dat toen. De Drakentoren was eigenlijk degene meubelenfabriek waar Max Middelbos mee begon. Die zat in Zwolle, vlak aan de IJssel. En, daar kwam jij dan je sponsorgeld zien te fixen? Ja, je ging gewoon met je mapje, dus je gekopieerde mapje met je sponsormapje, ging je bedrijven langs om partners te vinden, om steun te vinden. En Max was daar natuurlijk één van. En dan moet je je voorstellen, ik kwam daar binnenstappen met mijn sponsormapje. En ik weet eigenlijk niet eens of ik een afspraak had, maar toen ik daar kwam was het hoogwater. En hoogwater in een meubelfabriek met hout is natuurlijk niet heel prettig. Dus ik stond gelijk tot mijn knieën in het water. En was ik niet in een beste bui dan? Nou, wat het gekke was, ik ben helemaal niet over sponsoring begonnen. Ik ben meteen mee eens helpen met de meubels hoger opzetten. Dus heb de broek omhoog en door dat water in sjouwen, helpen. En eind van de avond hadden we alle meubels omhoog. En toen zei Max, boven hadden ze een kantinetje. En toen zei hij, wie ben je eigenlijk? Ik zei, nou ja, ik ben Barry en ik kom eigenlijk voor sponsoring. Dat was natuurlijk een totaal raar, fout moment. Maar op een of andere manier... Was die klikker erop? Ja, natuurlijk is het natuurlijk ook gaaf dat je dan initiatief toont om te helpen, weet je wel. En
Toen is wel een stukje ondersteuning ontstaan, daar was ik heel blij mee natuurlijk. Toen wilde hij jou ook gaan helpen in die zin. Nou, kijk, ja. Max zat sowieso heel erg met motoren, ja. En ik zat in motoren. En zijn zoontje was toen ook met motoren bezig. En zo vind je elkaar. En later in de Grand Prix heeft hij ook geholpen met mijn eerste jaar Grand Prix met ondersteuning. Dus dat is gewoon heel mooi. En kijk, het Harley Davidson Indian Museum is natuurlijk niet sport-minded, het is niet sportgerelateerd. Maar het is wel echt iets van motoren. Ja. En ik denk dat die passie er is, dat het die gezamenlijke gevoelens er zijn. Dan vind je elkaar. Dan vind je elkaar, zeker ja. Inderdaad. Tof. Heb je nog meer van dit soort mooie plekken in de buurt om te laten zien? Nou, er zijn natuurlijk genoeg plekken om te zien. Ik ga je zo meteen sowieso meenemen naar de Luttenbergring. Ja. Een van de straatcircuits die nu niet meer actief gebruikt wordt, wel voor promotie. Straks demo race in september weer. En Luttenbergring is voor mij wel belangrijk geweest, omdat het was eigenlijk een race in de achtertuin. Ja. En je moet je zo voorstellen, in de tijd dat ik daar reed, dat was 2002, 2003 in die richting, hebben we daar gewoon wel veel kunnen doen natuurlijk. Ja. Nou, laten we dat vooral gaan doen. Ja, gaan we daar zo heen. Oké, let's go. Ben ik voorop, ja hè? Ja, jij weet de weg. Maar zo'n dagje als dit met dat soort camera's, producties, weet ik het wat, dat is, tegenwoordig is dat niet helemaal vreemd voor jou, toch? Nu dat je bij Ziggo natuurlijk ook aan de slag bent. Kijk, de werkzaamheden bij Ziggo is eigenlijk een beetje op mijn pad komen vallen. Om te beginnen, Ziggo was natuurlijk, die heeft de uitzendrechten gekregen genomen. En ja, ik heb in het verleden wel eens af en toe werkzaamheden gedaan voor Eurosport. En ik deed voor NOS werkzaamheden tijdens de TT. Ik moet zeggen, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Het is echt leuk om te doen. Het is spannend. Het is uitdagend. Dus het is gewoon sowieso leuk om te doen. En toen Ziggo belde van ja, we hebben wat ideeën. Toen heb ik wel gelijk gezegd van nou ja, dat wil ik aan meedoen. Lijkt me leuk. Laten we kijken hoe dat kan. En toen hebben we eigenlijk de screentest gedaan om te testen van ja, wat ik wel en niet kon. En er waren verschillende functies stonden open. En eigenlijk uit de screentest is gekomen dat ze mij het beste vonden als analist in de studio. En dat kwam ook wel een beetje op mijn pad, want ik zal eerlijk bekennen, ik wilde niet naar alle races toe. Omdat ik dat gewoon met mijn gewone werk niet kan combineren en ik wilde ook niet zoveel reizen. Ja, en het seizoen is dit jaar ook gewoon immens lang, dus dan dan ben je eigenlijk altijd weg. En ja. Ik had zoiets van, nou weet je, die studio situatie die past me wel. En wat ik met name leuk vind is dat je natuurlijk, je hebt de kenners, je hebt de vaste kijkers die echt alles weten en misschien wel meer weten dan dat ik weet. Maar je zoekt met name ook naar de nieuwe groep mensen die motorsport leuk vinden en die de show gaaf vinden, die het spektakel gaaf vinden en er ook iets meer van willen weten. En dat is wat we nu eigenlijk proberen te organiseren. Dat je ontspannen leuk naar motorsport kunt kijken. En ook nog de ins en outs van alle kanten hoort. En we hebben natuurlijk een supersterk team op de commentaar zitten met Frank en Peter en Ian en Nigel. En ik doe dan de studio samen met Rob en met Kevin en Joey. En op die manier probeer je het gewoon luchtig te maken, begrijpelijk. Maar ook gaaf om naar te kijken. En ik denk dat we met de nieuwe studio, de augmented reality studio eigenlijk, dat we in de toekomst echt hele gave dingen kunnen doen. Ja, dat is inderdaad wel heel vet. Dat is, goed, heel veel mensen zijn het natuurlijk gewoon gewend nog van Eurosport. Er zat eigenlijk weinig show element omheen. En jullie maken er wel echt een hele show van, ook met een racecafé en zo. Nou ja, we zijn nu laatst zijn we druk bezig om te kijken of we qua studio nog meer kunnen laten zien aan de mensen. We hebben natuurlijk een virtual reality studio, ja, augmented reality heet het eigenlijk. Dus ja, dat is gewoon een greenscreen en daar staan we voor. Een grote groene kast waar we in staan. Ja. Van daaruit wordt eigenlijk alles geprojecteerd. Dat is heel gaaf, want daarmee heb je ook heel veel mogelijkheden die we kunnen laten zien. En we gaan nu straks beginnen ook met het laten zien van wat hellingshoek is. We praten heel vaak over, ja, die jongens zitten met de schouders op de grond. Ja, dat klopt. Maar de motor zit inmiddels bijna met het stuur op de grond. Dus we willen ook laten zien in de studio wat dat nou eigenlijk betekent. En ik denk dat dat ook voor het publiek heel gaaf is. Dat je ook naast de show op de baan kunt zien van oké, wat hebben we nu eigenlijk al? Wat is nu eigenlijk 60 graden hellingshoek? Hoe plat gaan ze dan, weet je wel?
Ja. En dat kunnen we nu doen door de techniek. Dat wordt steeds mooier. We gaan hier zometeen naar rechts toe. Dus we gaan eigenlijk dan naar Luttenberg. Luttenberg is een heel klein plaatsje, net als Dals hier in het Vechtdal in Stalland. En Luttenberg is eigenlijk thuisplaats voor het circuit de Luttenbergring. En ze zeggen altijd dat dit in Raalte ligt, maar ligt natuurlijk niet helemaal in Raalte, het is in Luttenberg. En de Luttenbergring is eigenlijk een oud circuit, waar we vroeger ook de Grand Prix gereden hebben. Er zit historie achter, echt een stratencircuit. Mannen als Boet van Dulmen, Jack Middelburg, Barry Sheen hebben daar allemaal gereden. En het circuit ligt er nog. Het circuit is in een later stadium omgezet naar een ONK-circuit. Ja? Daar is ook, zijn ze begonnen met de andere kant op rijden, dus we reden de andere richting als normaal. Ja. En ik heb daar zelf ook gereden. En met moderne maatstaven zeg ik van joh, is dat nou wel handig? Maar toen wij dat deden was het ook een stuk wat in de kalender hoorde. Die circuits hoorden erbij. Was het veilig? Nee, absoluut niet. Maar goed, die vraag kun je natuurlijk ook stellen over oud assen met alle graspollen rechts en links van de baan. Ja, nou ja, kijk, natuurlijk overal is wat te vinden. En wat ik wel vond is dat ze deden er alles aan om het zo veilig mogelijk te maken. En dat is belangrijk. Ja. Maar je moet ook zo zien dat, kijk, we hadden net al even over sponsoring, sportpartners. Kijk, sport staat, valt en staat wel met partners en sponsoring die je zoekt en vindt. En een straatcircuit zoals dit, waar gewoon echt publiek kwam, er kwam vroeger gewoon echt publiek naartoe. Je kon mensen ontvangen, er was een sfeer, er was, je maakte veel mee. En ik denk dat tegenwoordig voor de jeugd veel moeilijker is om hun sponsoren ergens te uit te nodigen en dicht bij huis te laten proeven wat sport is. En nou, dat heeft mij, ik moet zeggen, mij heeft het wel veel geholpen dat ik ook op circuits als Hengelo en Raalte en dat soort circuits actief was. Omdat je daar ook gewoon die mensen kon uitnodigen. En Luttenbergring was natuurlijk bijna mijn achtertuin. Ik zag het ook echt als thuisrace. Dus, ja, want heel veel Nederlanders hebben natuurlijk Assen als thuisrace, maar dit was jouw thuisrace. Nou, het was echt mijn thuisrace, vond ik. Ik weet niet of de organisatie mij ook zag als thuisrijder. Ik denk dat ik heb er veel aan meegeholpen wel. En, nou, wat je zag gewoon is dat ook de mensen uit Dalsen, je kon een fietsje naartoe, hè? Je kon op de fiets krabbier achterop en dan ging je kijken naar de races. En dat was wel speciaal, want dan kwam ik gewoon echt publiek. En, ja. Ik had ook altijd mijn eigen sponsorfeesten, deden we dan op de Luttenbergring. En dat is natuurlijk tegenwoordig totaal anders geworden. Omdat als je op Assen sponsorbijeenkomsten wil houden, is het sowieso al wat zakelijker, wat klinischer, veel kostbaarder. Die situatie is gewoon behoorlijk veranderd. En dat was wel echt een voordeel van het rijden van dit soort circuits. Ik denk dat dat wel een dingetje is wat mensen vergeten zijn, maar waardoor ook jeugd en nieuwe rijders nu veel meer problemen hebben om hun budget bij elkaar te sprokkelen. Kijk, als jij, ik noem maar wat, als jij uit Rotterdam komt en je hebt 10 wedstrijden per jaar op Assen, nou, probeer maar eens jouw sponsors en jouw partners naar Assen toe te krijgen voor een aantal wedstrijden. Ah, zeker met de huidige benzineprijs, weet je, dat zijn wel allemaal dingen die... Ja, nee, dat niet alleen, maar ook de spelen, ja. Sfeer natuurlijk. Kijk, als jij een wedstrijd hebt op Assen. Nou, we kijken heel even de benzineprijs hier eventjes zien. €2,35 voor een liter euro. Oh. Ja, dan zit je in Luttenberg. Ja, maar dat is wel een stuk goedkoper als aan de snelweg. Maar... Ja. Nee, kijk, weet je, er is gewoon veel gaande. En ik denk dat je... Wacht even, ik moet hier goed kijken. Links moet ik hier. Maar, jij hebt hem gereden, Barry, ik niet. Ah? Jij moet de weg weten als het goed is. Ja, komt helemaal goed, hè. Okay. Nee, maar ik denk wel dat sfeer en ambiance wat je creëert wel belangrijk is. Ja. Ik weet nog goed dat we hier op Luttenberg hebben wij het bandje Hulleboer. En ik weet niet of jij het bandje Hulleboer kent, maar waarschijnlijk ken je het liedje Busje Komt Zo, ken je nog wel? Die ken ik. Ja, Busje Komt Zo, dat liedje. Dat is van Hulleboer. Dat komt hier vandaan. Oké. Ze hadden ook een speciaal lied bedacht voor de Luttenbergring, voor de races.
Ik heb toen meegewerkt aan die videoclip. We hebben hier rechts in deze kerk, je ziet de deur is open al, hebben we nog opnames gemaakt. We hebben opnames hier op de openbare weg gemaakt, bij het lokale café. Zie brand weer op de Luttenbergring, zie brand, zo hard, het is maar bij het weer. En wat je dan ziet ontstaan is dat zo'n heel dorp daaraan meewerkt. Ja. Omdat het gewoon leeft hier, het is spektakel, het zorgt voor omzet natuurlijk. En ik denk dat dat wel iets is wat hier nog in deze omgeving echt wel leeft, realiseerbaar is. Ja. Ik denk dat, het is gewoon belangrijk dat zulke dingen blijven gebeuren. En hoe meer circuits we kwijtraken, om welke reden ook, ja, het komt niet terug, hè. Iets wordt weggegaan, vaak niet terug. Nee, er komt niks bij. Dat is ook natuurlijk wat jij daar straks al zei met die motocrossclubs. Weet je, als je sport wil ontwikkelen, dan moet je eigenlijk een plek hebben in de buurt waar je dat kan doen, hè? Ja, nee, dat is helemaal waar. En dus met dit hetzelfde een beetje. En daarom ben ik ook wel blij dat we hier elk jaar toch nog de demo races hebben. Dus het is een evenement met een demonstratie. Ja, dus dat is geen race, maar dan rij je, dan probeer je zo constant mogelijk te rijden, geloof ik, hè? Dat is een beetje het idee. Ja, dat is het idee. En eventjes voor je beeld. We gaan zo meteen komen bij een kruising aan. Ja. En dat is eigenlijk, meteen rijden we dan al op het circuit. En ik neem je even één rondje mee, eerst maar even. En dan rijden we de oude richting op. Dus de richting die vroeger bij de 500cc Grand Prix en door Middelburg zo gereden werd. Ja. En eigenlijk waar we nu op rijden, die drempel was er natuurlijk vroeger niet. Maar dit is het gedeelte van het circuit wat officieel voor motoren niet meer mag. Ah, oké. Maar we rijden hier op de Luttenbergring. En om je een beeld te geven, dit is natuurlijk prachtig mooi nieuw asfalt. Maar dit is eigenlijk het circuit. Maar hier reden dus gasten als Middelburg en... Wat voor internationale rijders? Barry Sheen misschien, dat soort figuren? Ja, Barry Sheen is hier gereden, Kenny Roberts hier gereden. Dit stukje wat je hier ziet, dit is eigenlijk aangelegd om een chicane te kunnen plaatsen. Je kunt je voorstellen, vroeger toen we hier vol gas reden, ja, dat is wel snel, hè? Kijk, en die boompjes hier rechts, die waren toen wel wat dunner en wat kleiner. Maar als je hem raadt, ben je nog steeds niet blij, zeg maar. Kijk, je kwam hier gewoon met 200 plus langs en nog misschien nog wel harder met de 500's. Dus dat ging gewoon verschrikkelijk hard hier zo. En je kunt ook wel een beetje aanvoelen hier aan de weg. Als jij hier, dan kunnen we straks misschien even testen, met 200 doorrijdt. Als je dan hier in de buitenkant belandt, dan krijg je het wel heel druk, hoor. Dus dat is vertel dingen wat gebeurde. Maar dit was eigenlijk de rijrichting van vroeger. Kwamen ze hier eigenlijk in die bocht naar links aan. Dus moet je eigenlijk een beetje wijd aansnijden. Maar er komt zo meteen een bochtje naar rechts. Dus hou daar even rekening mee. Ze kwamen hier aanremmen, zo hop hop hop. En dan sloegen ze hier rechts af. Kijk, al dat drempelverhaal was er natuurlijk vroeger niet, maar hier gingen we rechts. Dit stukje is nieuw, kan ik je straks laten zien. Oké. De andere kant op rijden, dit is nieuw. Daar loopt iemand zijn ezel uit te laten, zie ik. Ja, dat is een lama, nee, een ezeltje. Nou ja, dat hoort er ook bij. Maar dit is eigenlijk het vroegere circuit. Waar we reden tussen die bomen door. Dit parallelweggetje hiernaast, je kunt het zo meteen nog even zien. Dat is eigenlijk aangelegd om die nieuwe racesplek te bieden. Omdat we eigenlijk met de moderne motor kwam van de andere kant, toen konden we niet tussen de bomen doorrijden. Okay. Dus toen gingen we hier op de parallelweg op. Ja. Dit was niet start-finish dan? Nee, dit is niet start-finish. Dan komen we zo meteen daar naartoe. We gaan hier naar rechts toe. Ja. En dan rijden we eigenlijk uit het mooiste gedeelte op. Maar hier zie je al dat die verkanting ligt er nog in. Zie je dat? Die bocht. Ja, wow. Ja, dit zijn hele mooie stukken natuurlijk. Zeg in één keer alsof je in Duitsland bent hier zo met de glooiende... Ja. Oh man, wat een bocht. Dat zie je hier ook weer terug. Hier zie je ook weer een beetje die banking erin komen. En dit is eigenlijk, dit noemden ze uit mijn hoofd de monumentenbocht, dacht ik deze. Dus dat is links, rechts. Hier rechts staat ook het monument. Wauw. Kunnen we straks alleen even stoppen. Oh ja. Maar dit was de monumentenbocht. En eigenlijk komen we hier aan waar zometeen de start-finish begint. En dat is eigenlijk na deze bocht. Deze ligt er ook weer verkant in. En eigenlijk hier, dit stukje, is eigenlijk het vroegere start-finish. Ik ga zo wel even stoppen aan de rechterkant. Hier zo waar het asfalt zeg maar stopt ongeveer. Of stopt, overgaat. Nou, als je hier naar links kijkt, dat mooie weilandje. Dit is dan de paddock? Dit was vroeger de paddock, tegenwoordig niet meer. Ik denk dat het verstandig is, we rijden zo even door.
Ja, dan kom ik een vrachtwagen. Ja, en dan kunnen we daar even staan, maar dan kunnen we misschien met die monumentenbocht kijken. Maar dit was vroeger de paddock. Hup. Hier was start finish. Maar wij kwamen van de andere kant. Luttenbergring. Klopt? Ja, klopt helemaal. Ja? Ja, we staan eigenlijk, we staan net naast het circuit, even voor de beeldvorming. En dat vind ik mooi, hè, koeien. Want we zijn toch hier in Salland. Ja. Op de achtergrond, dat groene vlak, dat lichtgroene vlak, dat was vroeger de paddock. Echt precies achter de ruggen van de koeien? Ja, dat was eigenlijk de paddock. Daar was het de opbouw, daar was die nostalgische foto's die je vaak ziet. En vandaar reden ze ook gelijk de baan op. De start-finish ligt ook daar. Ja. Maar dit is eigenlijk het circuit waar we nu staan. De 500's, eigenlijk, de vroegere klasse, de OGP, ja, die kwam van die kant. Ja. En die vlogen hier dan gewoon vol gas door. Nou ja, je kunt je voorstellen, dat is ver over de 200. Ik zie daar bomen en ik... Ja, die waren vroeger iets minder dik, maar dik genoeg denk ik. En dat was natuurlijk enorm snel. Dit was een enorm snel stuk van het circuit. En later in de heropleving van de Raalte races zijn we andersom gaan rijden. Dus eigenlijk kwamen we vanaf die kant. Maar even om je een voorstelling te geven, met de 600, als je hier geen chicane zou hebben, zou je daar nog met 250, 260 die bocht in duiken. Ja, dat was wat jullie reden met die 600 natuurlijk gewoon... Harder dan met die 500. Ja, we reden harder dan de vroegere 500. Ja. Dus je moet het een beetje in verhouding zien. En wat toen gemaakt is, en het klinkt heel klein, maar hebben ze aan de openbare weg een extra stuk asfalt geplaatst om een kunstmatige chicane in te bouwen. Ja. Nou, dat vind ik wel speciaal. Ik bedoel, ik vraag tegenwoordig maar eens vergunning aan om even een stukje asfalt extra te plaatsen om bij een evenement een chicane te bouwen. Dat is hier wel gebeurd, dus dat is, daar staan wij nu op. En hier lag eigenlijk een chicane waar we aankwamen, tweede versnelling. Dan de vooruit, de opschakeling 3-4. En dat gaf eigenlijk de mogelijkheid om deze races ook te organiseren. Dus ja, ik denk dat dan was het veilig genoeg om het veilig te mogen rijden. Om die vergunning te krijgen en toch nog een klein beetje veiligheid in te bouwen. Maar het is mooi voor een omgeving als dit, dat op het moment dat er ideeën komen, er moet asfalt komen, er moet gewerkt worden, dat de gemeente toestemming geeft en dat het ook gebeurt. Ja, dan mensen gewoon de mouwen opstropen en het gewoon wat aan doen. Maar dit is jouw thuisbaan. Je noemde het net al, nou, even kijken, Dalfs ligt die kant op, geloof ik? Hemelsbreed, zo'n beetje 15 kilometer die kant op. Oké, dus dit is technisch in jouw achtertuin, als je het heel breed ziet. Zo zie je het wel. Wat was jouw voordeel hier? Je eigen achtertuin, die ken je natuurlijk als je broekzak. Ja, kijk, ik denk dat een voordeel is deels te halen uit het feit dat er publiek kwam, dat de mensen uit je omgeving kwamen kijken. Ja. En dat was groot voor mij, dat was mooi. Je leefde er ook naartoe. Het was geen circuitje waar ik dus... dagelijks stiekem ging rijden. Wel op de fiets kun je het wel doen, maar niet met de motor, dat kon niet. Wat we wel deden, en dat is, ik weet niet of de anderen dat ook deden, Miele Paaits deed het wel. Maar wat ik bijvoorbeeld s'avonds of dagen ervoor deed, dan liep ik op het ski rond en dan ging ik overal herkenningspunten maken. Dus als je op een bocht aankwam en dacht van nou, dat zal ongeveer het rempunt zijn, dan legde ik daar bijvoorbeeld een tak neer of ik stampte al het gras, stampte ik plat. Miele deed het nog extreem, want die deed gewoon met verf stip op de grond zetten. Dat ging jou te ver. Miele Paaits, ja. Nou ja, daar was ik wat te bleu voor, te jong voor, denk ik. Maar ik deed eigenlijk wel dingetjes aanbrengen waarvan ik wist van oké, dan moet ik daar remmen. En je kwam op deze bocht aan, en die kwam de chicane uit. Nou, daar links staat een boom. Dan zat daar rechts zat daar ergens een, of nou, je deed hem dan waarschijnlijk hiervoor. Ja, voor daar zit je rempen bijvoorbeeld. Ja. De drempel was er uiteraard toen niet. Maar daar ging je gewoon wat plat gestampt. Nou, daar ging je bijvoorbeeld een plek plat stampen. Of je legt bijvoorbeeld in het weiland, want als je vlak aan de baan legt, halen ze het weg. Ja, dan halen ze het weg, Maar je legt bijvoorbeeld in het weiland iets neer wat je gebruikt als referentiepunt. Ja. En dat is niet anders dan op echte circuits, waar je gewoon normaal de borden 100, 150. En hier deed je dat op die manier. Dus ja, ik weet nog wel dat ik s'avonds rondliep met takken te slepen zo. En dat iedereen zo met een godsnaam aan doet. Dat doet helemaal meer. Ja, dus dat deed je wel. Maar ik denk met name de sfeer, de ambiance die een straatcircuit toch heeft. Hier kwamen mensen naartoe, hier kwamen je sponsoren heen, je vrienden van thuis. Ja. Dus hier gebeurde wel het een en ander. En ja, dat vond ik wel het goede van straatcircuits, wat we tegenwoordig toch wel eens missen hoor. Ja. Maar je noemde net al, je hebt die eerste racemotor weer terug gekocht. Die mag hier weer rijden tijdens demo races. Nou ja, elk jaar hebben ze hier op de Raalte races demo races. En ik heb mijn oude KRNS teruggehaald. Ik zei al, sinds 96 heeft hij nu nog. 96 was hier ook de laatste keer dat we hier reden. Echt hier. Toen is hij naar Zolder gegaan. Daar is hij nu weer vanaf. Ik ga hem nu weer klaarmaken. En september is hier de demo. Of ik die haal, dat weet ik niet. Maar volgend jaar wil ik hem zeker gaan doen. Ja. Ja. Vet. Dus dat is gewoon de laatste keer dat hij hier op het asfalt heeft gestaan. En dan ook weer de eerste keer dat hij hier. Dat is het idee erachter. Ja. Ja, zeker. Leuk. Het is hier mooi. Het is hier zeker mooi. Maar gaan we nog een rondje doen? Stiekem? Stiekem? Ja, dat is goed. Dan gaan we dat doen. In Assen heb ze de titi, maar 14 denkt over.
dan is het hier in Luttenburg een gejakker en gescheur. Dat is het mooiste wat er is, de wegrace van de Ram. En dan moet je niet over andere dingen aan mijn kop gaan dram. Zeebrand, Zeebrand, Zeebrand weer op de Luttenburgring, Zeebrand. Zo hard. Hey Borg, bedankt. Ik ga nog een rondje. Geen dank Tom, hè. Heel veel plezier, doe voorzichtig en ga nog maar een paar rondjes. Gaan we doen, dankjewel. Wil je deze route ook rijden? Download hem op www.motorrijders.nl.